Yo kijkers van Evazenzoom Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van SifCraft. Jullie zullen waarschijnlijk denken, waar de fuck sta jij nou? Nou, ik sta in de mijn. Nou, een soort van cave kan je het meer noemen. En we hebben wat geld nodig, want we zijn een beetje arm. Arm wil ik niet zeggen, geen stuk. Maar we kunnen wel even wat meer geld verdienen. Ik zal even beter gaan zitten, zo. En dat kunnen we... natuurlijk verdienen door veel gold en emeralds en dat te verkopen. Dus ik ben nu een beetje in de mijn aan het durpen. Ik zal ook een beetje zo gaan vertellen. Want het wordt zoveel en zo snel worden nieuwe dingen gebouwd. Echt gisteren dat de video online was. Over de trommel en zo. En op Low Games staat ook nog een video. Die Low is ook gejoind. Low Games. In de shift. Die gaat dus ook opnames maken. Wat super tof is. Dus dan moet je ook even abonneren en even checken. Maar... punt zegt er. Wij groeien zo snel dat het heel moeilijk is om bij te houden. Dus ik zal proberen meer video's te doen. En vaker video's. Ik vind het gewoon wel leuk van SifCraft. Maar we moeten dus even wat iron, wat gold, et cetera hebben. Als jij stuk wil gaan. En ik denk dat ik al bijna weer naar boven moet gaan. Want ik heb al 22 iron, wat goud. Maar mijn pickaxe is bijna stuk. En we hebben ook nu een enchantment table. Dat hebben we ook nog niet laten zien. We hebben heel veel niet laten zien, kom ik net achter. Dus dat gaan we even laten doen. Maar ik probeer even hier langs te komen op een veilige manier. Hallo Mr. Enderman. Even kijken zo. We hebben heel veel enchantment. We hebben dus een enchantment table met boeken. En daardoor... ga stuk. Go stuk. Goed zo. En... Dit stukje pickaxe waar ik nog voor een blokje weg te slaan als ik omhoog wil. Ik weet alleen niet hoe ik moet. Dat is eigenlijk niet zo slim van mij, maar nevermind. Ik kom omhoog hoor. I'm coming back for you. Even als ik dit weghaal. Goed zo. Hierboven. Kom ik daar uit? Nee. Nee, oké. Dat is dus hier niet. In ieder geval. We hebben dus genoeg iron en dingen. En we hebben dus een enchantment table. Dus ik heb nu ook protectie 1, protectie 2, protectie dingetjes. Ik heb een smite 2, knockback 1. Ik heb een zwaard in mijn kamer liggen. Met knockback 1 en fire aspect. Dus die ga ik zo samenvoegen met het XP. Hoop ik als ik... Oh, nu loop ik weer terug. Oké, lol. Oh, fuck jou. Het zwaard is ook bijna stuk. Dit zwaard mag echt niet stuk gaan. Als dit zwaard stuk is, dan voel ik me echt kut. Op dit zwaard zit een smite en dat is goed tegen mobs, heb ik me laten vertellen. Dus dat vind ik wel fijn, aangezien we nog niet heel veel oorlog hebben. Dus daarom is het wel fijn. Hier ben ik dus langs gegaan, dan ben ik zo gegaan, denk ik. Herpy derpy. Zo gegaan, nee, dat ben ik niet. Oh fuck, allemaal creepers. Maar creepers zijn ook wel chill voor de XP dus die ik nu nodig heb. Om die wapens samen te voegen. Dat ploft nou niet. Waarom ga je niet stuk? Je had al lang een stuk moeten zijn. Jij bent dood. Jij moet stuk. Nou kunnen we in één keer goed zo dood. Mooi zo, maar hoe de fuck komen we naar boven? Oh zo. Dan zal ik het even nog kort even snel laten zien. Want dat doe ik ongeveer elke aflevering. Dus ik denk een beetje mijn in deze aflevering is weer eens wat anders. Maar ik vind het wel belangrijk dat jullie op de hoogte blijven van de SIF. God, weer nog meer creepers. Wel een aardig XP van dit. Skeleton hier. Deze creeper nu gelijk killen. Zo, dan pakken we hem hier. Oh ja, daar kwam ik langs. Dat weet ik nog wel. Deze moet even kapot. Oh, jij liet een boog droppen. Jammer, geen enchantment boog. Want opeens hebben zombies en dingen hebben ook vet veel enchantments. Was in de Nether met apen. Heb ik dat bij me? Nee, jammer. Waarom heb ik leather boots bij me? Weet ik ook niet. Was in de Nether met apen. Er was een zombie pigman en die had gewoon een leather enchantment projectile. Oh shit. Enchantments aan. En dat wist ik helemaal niet. Dus ik dacht echt van wow, jij bent opeens heb jij een pakje aan, meneer zombie pigman. Dat was een beetje strange. Ik denk dat ik hier gewoon omhoog moet. Op wat voor niveau zit ik? Even kijken. Dat is de crack. Dat is. Ik zit nu om 30. Is dat hoog? Denk ik niet, hè? Soms mijn pickaxe is dus bijna stuk. Ik had veel eerder moeten gaan. Terug moeten gaan. Maar ik heb nog genoeg vis. Dus in de mijn kan ik lang overleven. Probleem is echter. Oh, daar is licht.
There's finally some lauw. Maar daar zit een. Wow. Ho! Oh. Ik heb mijn zwaard bijna stuk, daar ga ik dus niet meer mee slaan. Doei. Mooi dat ik er wel gewoon normaal uit kan. Dan ga ik nu mijn zwaard pakken en dan ga ik even terug die skeletons killen. Want ik heb volgens mij nog 2 XP nodig. Hallo schaap. Of ik kan gewoon boven blijven, want er zijn genoeg mobs zo te zien. Even deze orb. En hier zitten we dus. We hebben de berg mooi aangepast. Ik weet niet of jullie dat al gezien hadden. Volgens mij niet, want gisteren had ik met Low opgenomen. Dus wat. En toen was het volgens mij nog niet. Nou, een zombie met een schepje. Nou, gewoon lekker langslopen. Die is hier bijna gelukkig. Dus dan kunnen we even weer wat enchanten. Maar ja, goed. In ieder geval. Lo die doet dus ook op deze shift. Die maakt dus ook... Wie is dat aan het lopen? Dat is Luke. Hey Luke. Ben even opnemen. Want ik zat net met Luke op Skype. En Luke zou waarschijnlijk denken van... Lol, waar is Demi nou heen of zo? Dus bij deze, denk ik, zal ik het even zeggen. Maar we hebben al 12 of 13 members of zo. Dus het gaat wel snel. Civilization of... Oh, dat is Rowan. En het gaat op zich nog best wel snel. En dat is best wel chill. Damien, bel me dan even. Ik kan niet helpen. Ja, zo. Volgende aflevering gaat dus waarschijnlijk ook met Luke zijn. En ik denk dat we dan naar de Nether gaan. Maar ik zal even snel kort de alles laten zien. Dit zijn luxe Nether Wards. Die zijn volgens mij bijna klaar. Ik ga er niet aanraken. Niet aan de Nether Wards. Als je daar aan zit, ben je dood. Dan moet je letterlijk in elkaar erin. Nu heb ik een vraag aan jullie. Want hoe de fuck krijgen we enchantments hierop? Misschien met een boek of zo? Ik snap het niet. Nevermind. Wat hebben we nou allemaal gedaan? We hebben hier de trommel, hebben we mooi met steen. Alles is natuurlijk van hout, mooie wegetjes, mooie dingetjes. Nieke, die waarschijnlijk een reactie gaat zetten onder dit filmpje, want die kijkt heel goed mijn filmpjes, vind ik heel tof. Heeft de kippenfarm gemaakt. Oh, een ei. Zo. Even dat ei erbij gooien. Want dat is heel chill, zo'n kippenfarm. Nou, jammer. Want, er komen natuurlijk kipjes uit. En die kipjes killen we weer voor vlees. En daar krijgen we veren van. Veren kunnen we arrows maken. En dan kunnen we weer heel veel andere leuke dingetjes meedoen. Ik zal dit er even in stoppen. Dit stop ik er even in. En zal ik kort laten zien. Een paar basic regels. Dat heb ik daar niet laten zien. Zal ik nu aan jullie laten zien. Wat basic regels. Nou ja. De regels. Nou. Niet naar boven bij de town af van de leaders. Nou, dus je mag niet, als zijn dat je gejoind bent, mag je niet naar boven komen als je geen leader bent. Ik, Lo, Ab en Luke zijn leaders. Dus, niet komen dus. Alle mineralen gaan door de wensput, zo niet komen de maatregelen. Nou, wat is de wensput? Dit is de put. Hier zien jullie een dingetje, daar gooi je iets doorheen. Het komt ergens in een bepaalde plek, ga ik niet zeggen. En dat kunnen wij dan weer pakken. Eten komen er gevraagd aan de leaders. Meloenen mogen echter zelf van het land worden gepakt. Dus beneden staan meloenen, zal ik zo laten zien. Dat kunnen jullie gewoon zelf pakken. Oh, Luke is ook wat aan het maken. Dat ziet er ook heel epic uit volgens mij. Gebruik van de trommel, mineralen uit de trommel. Ook in de wensput, zo niet. Ook maatregelen. Maatregelen, nou, je wordt gekild. We pakken wat spullen van je af. Bijvoorbeeld als jij full iron hebt. Neem dat full iron. Krijg je de helft even terug. En dan moet je jezelf maar weer bewijzen. Weet je. Als jij iets gestolen hebt voor ons. Wat wij denken. Oké. De ding 5. Tijdens oorlog allemaal op Skype. Zo niet. Dan geef je armor en blijf je hier. Dat is zo simpel als wat. Dan kan je makkelijk communiceren via Skype. En als je dan niet op Skype kan. Oké. Dan geef je armor desnoods aan iemand anders. Weet je. Desnoods raak je je armor dan maar kwijt. Maar dan blijf jij dan hier als jij dan hier wil. Anders wordt het één grote chaos. Bij een hoog level pak een boek en enchant hem. Zal ik ook zo laten zien. Wij zorgen ervoor dat jij er dan voor beloond wordt. Nou, hoe bedoel je beloond? Nou, dan kunnen wij bijvoorbeeld hem enchanten als wij het boek niet goed genoeg vinden. Bijvoorbeeld stel je haalt Aqua Infinity. Of je haalt projectile dingetje. En ik denk niet van... waarom, als ik denk van, nou, dat heb ik niet nodig. Nou, dan doen we hem gewoon lekker bij jou, op jouw ding, weet je. Ik had de pro builder, die had opeens 4 boeken geënchant. Ik dacht echt zo, wow, weet je. Ik keek in de kist en ja, weet je, dat is gewoon fijn. Altijd luisteren naar de leaders, ook als ze zeggen dat je iets verkeerds hebt gedaan. En dat is heel belangrijk. Daardoor kun je heel makkelijk uit de groep worden gezet, zeg maar, uit de civ worden gezet.
als jij gewoon niet luistert naar ons, dan is het heel simpel. Oh, Luc die is even een weg aan het aanleggen of zoiets. Als jij niet luistert, dan is het heel simpel. Dan is het heel snel al einde verhaal. En dan kan je denken, ja, waarom al zo snel dan? Nou ja, als wij bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik vind je huisje niet bij onze stijl passen. Je moet je huisje anders doen. Ergens zeggen, nou, YOLO shit, I don't care. Nou, weet je, we killen je, we slopen je bed, we pakken het ding terug. We zetten je uit de sif en succes verder. Nou, wie zijn leaders? Leaders zijn Lucky 15, Lowgave, Demi 444 en Dem the Dirty Ape 072. Regel 9, PS komt niet aan de Nether Ward. En Luc komt je, komt niet aan de Nether Ward. Dus want Luc komt je, ja, puntje, puntje, puntje. Maar goed, Abe, het spel is moeilijk voor jou. Maakt niet uit. En dan kan je dus, als je dus aan de Nether Ward komt, dan gaat Luc iets heel leuks met je doen. En we gaan niet zeggen wat, want dat is een mooie verrassing. Goed, hier staat iets. Niet voor onbevoegde, anders kill en kick. Dus we killen je en we kicken je uit de sif. Alleen leaders mogen dus naar boven. En ik ben een leader, dus ik mag naar boven. Oh, wat fijn, ik kan zo naar boven. Nou, dat ga ik niet doen, want dat is allemaal geheime dingen. Nee, grapje. Is eigenlijk vrij weinig, maar dat zijn gewoon onze kamers en dingen. En daar komen jullie niet. En zo anders komen de maatregelen. Goed, komen beneden. Dit worden jullie slaapvertrekken. Er zitten al wat redelijk wat mensen. Jullie kunnen natuurlijk joinen. Bob de Builder 331. Vind ik heel vet. Moet je dit zien. Ik vind het zo vet dit. Wat mooie oventjes daar. Een kistje met wat dingetjes. Kijk, ik heb hem ook beloond. Hij had zoveel meloenen had hij. En ik had dacht van, ik heb die 37 meloenen heb ik zelf ingedaan. Ik denk van, weet je, als jij zoiets vet hebt, dan mag je beloond worden. Kijk, dit vind ik zo vet. Dit soort stijltjes, dit soort dingetjes. Het is ook niet overdreven, weet je wel. Niet gewoon echt een heel villa, want dat past ook niet. Dan gaan we ook gewoon tegen zeggen van, jammer, maar zo werkt het niet. Hier is dus de meloen farm. Hier kunnen jullie zelf, als jullie je huisje hier hebben of daar beneden of waar dan ook, kunnen jullie hier naartoe. Hier mogen jullie gewoon zelf alles pakken. Hier staat ook meloen. Het gaat ook zo. Jij gaat niet een hele stack meloen pakken. Zowel, en we komen nog achter. Neem het meloen af, neem wat spullen van je af en moet je het terugverdienen. Zo gaat het principe een beetje. Dus de meeste mensen, als je gewoon normaal gedraagt, gebeurt er heel weinig. Als je je raar gaat gedragen, bijvoorbeeld als je opeens twee stacks meloenen hebt en mensen lopen te zeuren. Als bijvoorbeeld andere mensen zeggen van, ja, ik heb heel weinig eten, is er nog wat eten. En jij loopt met twee stacks meloenen in je kit. Huisje van Moi, ik ben een kiwi. Nou, dat is een gamernaam, zo kan je het ook noemen. Hier moeten nog twee bordjes als jullie dit zien. Hier heeft Luc heeft hij wat aangepast, wat hij naar zijn smaak mooier vindt. Had hij een bordje neergezet, ik hoop dat je het geen probleem vindt, weet je, is netjes. Hier stop je enchantment boeken in. Ik heb nu alles eruit gehaald. Het werkt zo. Hier zitten de boeken. We zijn nu weg. Maar dan hebben we echt veel geenchant. Binnenkort komen er nog meer boeken dus. Nu kan je het dus gewoon op je hoe noem je dat? Op je wapens of zo zetten. Op je dingen. En dan geef je dat geenchant maar aan ons. Of als hier boeken zitten, dan pak je gewoon een boek. Enchant je in het boek. En dan stop je dat boek hierin. Als ik dus merk dat er... Dat er enchantment boek in iemand zijn kist zit. Of dat iemand dat bij zich heeft. Ja, dan komen er dus maatregelen. Zo slim en zo makkelijk is het. Nou, we gaan naar beneden. Work in progress. Ik ben... Oh, wat are you doing there? Kut, ik kan hem niet slaan. Nou, dan maar met mijn ex. Ga stout. Goed zo. Hier ben ik bezig. Dit wordt de tweede zaal, om het zo maar te zeggen. Hier komen ook allemaal huisjes, hout, alles, net zoals boven. Want er komen natuurlijk heel veel mensen, want Lo gaat mensen in feite. Ik heb ga mensen in feite. Dus ja, het wordt redelijk gezellig. Dus dat wordt afgemaakt, dat kunnen jullie ook mee helpen als je daar zin in hebt. En ja, wat moet ik dan nog eigenlijk laten zien? Ik zal even kijken of er nog iets belangrijks is. We hebben een library dus, maar daar weten we niet hoe we daar enchantments uit kunnen halen. We zijn nu aan het zoeken naar Mysticism. Daarmee kunnen we portals maken en we hebben echt een portal nodig om te zeggen van... iemand in mijn deur had geloven. Portals van... zodat wij kunnen zeggen tegen jullie van... je kan gewoon naar de Nether, je kan Nether Quartz halen. Met dat XP kan je weer boeken kopen of met dat...
Bijvoorbeeld zombie pigments met gold nuggets. Als je gewoon gold inlevert, dat je dan ook weer wat terugkrijgt. Weet je, alles moet naar ons. En dan gaan wij het verdelen van jullie. Want sommige mensen zijn... sommige mensen die... ja, hoe wil je dat zeggen? Het is zeg maar zo... Wij proberen het zo eerlijk mogelijk te doen. En dit is voor mij dan een hele eerlijke manier. Het kan zijn dat je het helemaal niet eerlijk vindt. Nou ja, weet je, dat is nog pech helaas. Maar ik vind het gewoon... Als jij bijvoorbeeld zelf... bijvoorbeeld stel een stack aan diamonds haalt... En wij kunnen diamond armor maken... Dan mag jij ook wel diamond armor, weet je wel? Of dan mag jij wel iron armor enchanted. En dan mag jij wel allemaal dat soort... Dus daar gaat het om. Voor de rest hoef ik vrij vaak te zien. De volgende aflevering ga ik denk ik even mijn zwaardje enchanten bij elkaar doen. En dan... gaan we naar de Nether, denk ik zomaar. Mensen, laat een groen duimpje achter. En ik spreek jullie later.